Aan de Neetweg, net buiten de kern van het Aaltense Barlo, is een monument in ere hersteld waar in het verleden nobberschap en saamhorigheid werden beleefd. We staan hier bij het herstelde openluchttheater van Barlo. Deze plek maakt onderdeel uit van een fietsroute. Het zou fantastisch zijn dat mensen hier kunnen zitten en kunnen genieten van dit prachtige landschap. Anderzijds, een herstel van een openluchttheater doe je natuurlijk niet alleen voor het recreëren. We zouden het ook prachtig vinden dat deze plek natuurlijk door de Barlose Muziekvereniging, de Muzikantenbank en andere organisaties ook gebruikt zal gaan worden. Het herstel van het openluchttheater is een initiatief van de plaatselijke belangenvereniging, of ook wel genoemd Barlo's Belang. Het openluchttheater is in de jaren 80 verdwenen en is waarschijnlijk verdwenen met de ruilverkaveling, maar ook verdwenen omdat er geen belangstelling meer bestond voor dit soort gelegenheden. Wat leuk is natuurlijk dat we in goed overleg met de gemeente dit tot stand hebben gebracht. Ook samen met veel vrijwilligers die hier heel wat uurtjes aan gewerkt hebben en natuurlijk met de buurman. Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Barlo's Belang, een belangenvereniging voor de Barlo's bevolking, is opgericht. Om precies te zijn was het op 14 december 1918, precies een maand na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het Barlose Openluchttheater Markelink werd direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en veel gebruikt voor toneelvoorstellingen, cabaret, muziek, kerkdiensten of sprekers. Ook hier nog, tijdens een gezellige avond in de jaren 70. Een bekend toneelstuk over de Tweede Wereldoorlog uit de eerste jaren van het theater was Wat er heer ging. Een stuk door en voor de Barlowers, dat begin jaren 60 hier nog met succes werd heropgevoerd. Op deze plek, hier in de muur, hebben we nog een millennium koker gemaakt. Een koker waar kinderen van de school, maar ook mensen uit Barlo zelf hun verhalen in kunnen doen. We metselen dat dicht en gaan over 25 jaar of 15 jaar, dat weten we nog niet precies, gaan we kijken en halen we die verhalen er weer uit en lezen we de visie van deze kinderen dan voor. Hier op deze plek, tegenover het theater, waren allemaal betonnen poertjes geplaatst met van die ijzeren pinnetjes erin. Daaroverheen werden planken gelegd en daar konden de mensen plaatsnemen. En er was plek voor zo'n 800 personen, dus dat waren er nogal wat. Het hele terrein was omzoomd met coniferen. Voordat een aantal verkeringen ontstaan binnen dat soort dingen, of is dat overdreven? Nee, dat is het. Maar dat weet ik beter dan ik. Daar heb ik alles van horen zeggen natuurlijk. En het schijnt dat er een flink aantal relaties hier ontstaan is. En dat tijdens de voorstellingen stelletjes tussen de coniferen wegglipten om zich bezig te houden met op dat moment voor hen interessantere zaken. Meer cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Aalten vindt u op erfgoedaalten.nl.